Maar jij, hoe kan jij nou tegen je zoon zeggen, jij moet stoppen? Ja, dat is dat gaat toch niet? Ja. Nee, want inderdaad, want ik kan wel zeggen van morgen mag je een dagje niet gamen. Maar als ik hem mee moet nemen omdat hij niet nergens terecht kan, dan gaat hij hier natuurlijk niet zitten gamen. Dan gaat hij hier niet TikTok Tour zitten doen op een blaadje. Nee, dan gaat hij gewoon gamen. Dus dan moet je het later thuis weer compenseren. Ik wil ook nog even met je gamen, mag dat? Ja, wat gaan we doen? Iets schieten. Iets schieten, kom op. Onze regio kent veel speciale plekjes met fraaie verhalen en bijzondere mensen. In Op de Kaart rijden we kriskras door de regio om die verhalen te verzamelen. Wat leeft er bij de mensen? Hoe gastvrij zijn ze? En waar zijn ze trots op? Want er is nog zoveel moois te ontdekken in onze regio. Dat is Op de Kaart. Zo, lieve mensen, we gaan vandaag naar Zoetermeer. Daar waren we nog niet geweest. Dus Annelies... Heel veel zin in. Pimmetje, heb je er zin in? Ja, natuurlijk. Hartstikke veel. Hallo, lieve mensen. Hallo. Bas, wat heb je met Pim gedaan? Waar is Pim? Pim, die was ziek. Ja. Pim was ziek? Ja, heeft hij het niet gezegd tegen jullie? Pim nee. Was ziek? Nee? Ja, nee, hij was hartstikke ziek. Bas, je. Ach, Pimmetje. Pimmetje. Ja, ik mag er ook een keertje meegaan. Ach, Pim. Hoe lang lig je hier al? Een uur. Ach. Het was nog donker toen we de bus in gingen. Maar we gaan naar Zoetermeer, jongens. Bas. Bas, jij moet aanduwen. Hè, misschien volgende week. Heel misschien. Hup, duwen. Gewoon duwen. Hartstikke goed. Goed zo. Goed zo, jongen. Ja. Goed zo, dankjewel. Ik hoop het voor je. Ik hoop het. Ja, ze gaan dus op pad. Wederom zonder mij. Vandaag naar Sweet Lake City, oftewel Zoetermeer. En hier wonen 125.000 mensen. Ik zie op de borden Zoetermeer, Sweet Lake City. Wiki Pimmetje, ja. Vertel eens. Ja, we gaan naar Zoetermeer. En daar gingen zo'n 1000 jaar geleden al mensen wonen, voor het eerst. In de jaren 50 was er een grote woningnood. En toen gingen er veel mensen dus naar Zoetermeer. Het werd een groeikern en het groeide eigenlijk uit van een dorp naar een stad, wat het nu is. Er zijn bekende attracties, zoals natuurlijk Snowworld. Daar kan je skiën, snowboarden, noem maar op. Als je van muziek houdt, dan ben je ook aan het goede adres in Zoetermeer. Want dan ben je misschien wel eens geweest in de boerderij. Ja, ben ik wel eens geweest. Sinds 2 jaar is er in Zoetermeer ook een videogame museum. Kijk, wauw. Ja, dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Er is ook een ijshockeyclub, een hele grote zelfs, ja. De Panthers. En Zoetermeer heeft een eigen... curlingbaan. Oh, nou. Als enige plek in Nederland. Kijk eens aan. En de mannen die daar spelen, die zijn gekwalificeerd voor het WK. Kijk. Lijkt me wel leuk, eigenlijk. Nou, dan ga jij curlen. Oh, gaaf. En mag je het aan ons uitleggen? Gaan jullie gamen dan? Wij gaan gamen. Ik kan ook gamen. Hoe is het om in Zoetermeer te wonen? Geweldig leuk. Ja. Ik mis de dorpsstraat nog dagelijks. Want u woont hier niet meer? Nee, ik heb hier 14 jaar gewoond. Ik woon al sinds de jaren 70 in Zoetermeer en bevalt goed. Prima, ik woon hier al 42 jaar en met heel veel plezier. Ik vind het geweldig. Ja? Ja. En hoezo is het geweldig? Nou, we hebben hier alles. Je hoeft niet echt naar de stad. Dus, je kan hier uitgaan, zelfs de jongeren. Je hebt hier ontzettende leuke eetentjes. Van omstanders hoor ik dat het altijd alleen maar criminelen zijn die hier wonen. Ja. Maar zo ervaar ik dat niet. Nee. Ik vind het gewoon een fijne, gezellige stad. Zo meneer, voor wie zijn die bloemen? Wat zegt u? Voor wie zijn die bloemen? Die zijn voor mijn gastvrouw vanavond. Gastvrouw? Ja, ik ga ergens eten en neem die bloemen mee. Oh, wat leuk. Wel lief van u. Ja, mooi toch? En u woont hier? Ik woon hier in de straat. In Zoetermeer, dus hoe in de dorpsstraat zelfs, ja. Ze nemen die dorpsstraat, dat is natuurlijk een unieke plek. Ja? Ja, dat is echt uniek. We hebben aan de achterkant hebben we een prachtig groen en water. En aan de voorkant alle winkels, dus wat wil je nog meer? Vroeger zeiden ze het slaapstad. Ja. Maar dan komen hoe langer hoe meer mensen op af. Het is een stad van mensen die werken, die alleen maar hier komen slapen. Ja, want Zoetermeer werd vroeger ook wel een slaapstad genoemd. Ja, nou, het is er nog wel een beetje. Is het dat nog steeds? Ja, ze komen alleen maar om te slapen. Nee, dat is al lang niet meer. Dat vind ik zo'n domme opmerking. Nee, dat is al lang niet meer. Wel eens geweest op vrijdag of zaterdag of zondag in het stadshart. Nou, je kan over de hoofden lopen. Echt waar. Ja, ik blijf hier wel. Zolang het
Of er moeten rare dingen gebeuren, maar de toekomst is dat ik hier gewoon heerlijk blijf. Ik heb sinds kort zo'n kaartje, dus ik kan helemaal weer door Zoetermeer. U bent helemaal mobiel. Crossen. Ik kan weer overal heen. Nou, hey, doei! Het was leuk! Nou, in dit mooie centrum lopen we hier tegenaan. Ik denk Sint-Joris en de draak. Maar waarom hangt dat hier? Ik ga gewoon eens kijken. Het is wel leuk wonen hier. Ik denk niet dat we welkom zijn. Oh, kijk, nog meer mensen. Hallo! Zo. Hij was goed dicht de deur. Ik wilde u wat vragen over dat mooie plakaat boven de deur. Mag ik, mogen we... Ja, nou, ik wilde wel overheen klimmen, maar met zo'n kort rokje en die punten... Zou ik maar niet doen. Nee, hè? Ik ben Shirley van der Meer. Dag Shirley, ik ben Jet. Ja. En dat is Annelies. Hallo. 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 Dat is Joachim. Dat is Jochem. Jochem, hallo. Ja, uit Zweden. Ja, uit Zweden. Ja. Nou, dan is het goed. Even zo staan we een beetje gek, maar jullie mogen ook naar binnen komen. Ja, oh, dat vind ik wel gezellig. Mag dat? Ja, ja. Kom even. Nou. Lekker wijntje drinken. Wijn drinken? Ja. Nou, kom maar door. Nee hoor, nooit te vroeg. Oh. Nee hoor. Nee, wij zagen sowieso een heel leuk huisje natuurlijk in dit centrum. Maar wij zagen die mooie plakkaat van Sint-Joris en de Draak, denk ik, ja, hè? Ja. Waarom zit dat hier? Nou, ja, mijn man vond dat toen in die periode heel erg leuk. Hij vond dat ook bij die ronde deur leuk passen. Dus toen hebben we dat daarop laten maken, heel lang geleden al. Leuk is dat. Maar dat is niet meneer Jochem. Nee, mijn man is 10 jaar geleden overleden. Ach. Ik ben een nieuwe. En u bent een nieuwe. Nee, deze man ontmoet en dat is heel, we hebben het heel fijn. Nou, dat we zijn alweer een jaar of vijf samen. Dat wat fijn dat u dan na het overlijden van uw man een nieuwe liefde heeft kunnen vinden. Ja, godzijdank. Nee. Hij was ook weduwnaar, dus ja, die twee oudjes op elkaar gevonden. Ja, maar dan kun je ook troost bij elkaar vinden, ja, want dat lijkt me toch ook moeilijk. Ja, maar we hebben het toch heel gezellig. Maar u was dan ook jong, weet ik. Nou, ik was 65 toen mijn man overleed. Ja, maar dat is toch ook jong. Ja, dat is waren jullie langzamer? Ja, we waren 35 jaar getrouwd. Shirley en Jochem zijn regelmatig in Spanje en daar hebben ze elkaar ook ontmoet. En de gezelligheid werd alleen maar groter, want samen hebben ze maar liefst 9 kinderen. En dat is wel heel leuk. Ik heb een drieling, want die zijn nu 42. 3 meiden. En ik heb nog een dochter en een zoon. Dus ik heb 5 kinderen. Zo, dit is uw wall of fame. Ja, we hebben een beetje zo kinderen, kleinkinderen. Ja. U heeft gewoon een drieling. Ja, ik heb een drieling, ja. Nou, dan zou... Zomaar spontaan kreeg ik dat. Ik trouwde voor de tweede keer mijn man dat uit zijn... was gescheiden ook en hij had geen kinderen. En die wilde heel graag nog wel een kind. En ik had de tweede. Ze zei, nou ja, eentje vind ik prima. En toen kregen we zomaar 3 dochters. Ze hebben een rijkdom. Ja, is wel heel erg leuk. Ja. Was dat leuk? Ik vraag me, was dat leuk? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik had een juwelierszaak hiernaast. En mijn man had het wegrestaurant met zijn broer aan de Rijksweg. Vroeger paviljoen Zoetermeer. En we hadden natuurlijk een heel druk leven. Zo. En toch is dat met 5 kinderen super gegaan. Wat knap. Ja, en nou, nu denk ik wel eens, hoe heb ik dat gedaan? Maar je staat ervoor, je moet het doen dan. Ja, de kinderen moeten toch de hapje hebben en andere kinderen moeten ook verzorgd worden. Het zijn wel tropenjaren. Ja, ik heb mijn stoel, heb ik wel eens meer gezegd tegen Jochem, heb ik niet veel gezien. Maar jij hebt ook 4 kinderen. Zo. En dan allemaal natuurlijk echtgenotes erbij. Zo. En kleinkinderen erbij. En hoe doe je dat dan met kerst? Nou, hier kunnen er dus 12 aan. En dan kunnen we daar nog maar meestal gaan met de kerst uit eten. Zou ik ook doen. Knappe moeder met 4 knappe dochters. Zo dan. Nou, dat mag er wel wezen zo bij elkaar, hè? Ja, het zijn hele leuke gieten. Zo! We hebben hier de keuken. Maar Jochem kan heel goed eten koken. Oh, Jochem, puntje erbij, jongen. Ja. Ja, kijk. Oh, dit is... Nou ja, zeg. Zo'n ham uit Spanje hebben we dat meegenomen. Is dit een serrano? Of... Ja, dat is een serrano. Ja. Serieus? Ja. Zoetermeer geeft ons een warm welkom, ook van binnen. We vroegen om een klein glaasje wijn, want we zijn natuurlijk gewoon aan het werk. En het is nog voor 12. Is niet helemaal gelukt. Klein glaasje. Okay. Ja joh. Ja joh. Ook nog bij. Hè? Zo. Achteruit. Achteruit, Zoetermeer uit. Achteruit nu. Achteruit. Lopen maar.
Tim gaat naar de enige curlingbaan van Nederland, want die staat hier in Zoetermeer. Margrita is manager van de baan en doet er alles aan om de sport wat populairder te maken. Want het enthousiasme in Nederland is nog niet heel erg groot. We hebben niet zoveel leden. We hebben 4 clubs in Nederland. Eentje in Tilburg, Utrecht. En eentje in Heerenveen en Leeuwarden en eentje hier. En gezamenlijk hebben we zo'n 150 leden, dus dat schiet nog niet zo erg op. Nee, dus de sport kan nog wel wat groeien in Nederland. Ja, graag. En het is echt de moeite waard. Het is niet zomaar een sullig sportje. Hoe meer je het doet, hoe intrigerender het wordt. Er zit ontzettend veel tactiek in. Er zit heel veel samenwerken in. Het is echt een leuke sport om te doen. Wat doe jij nu als coach, zo'n training? Today is een shotmaking training, dus dat we stenen gooien. Vandaag stenen gooien? De eerste uur de stenen gooien. Het Nederlands herenteam is nu aan het trainen. En dat doen ze zo'n 30 uur per week. Ja, wij trainen gewoon elke dag. En we zijn ook heel vaak in het buitenland om toernooien te spelen, want we moeten echt competitie opzoeken. Dus je hoeft niet te werken hiernaast? Wij zijn, Lau is bijvoorbeeld te studeren nog en Jaap en ik doen er daarnaast ook nog wel wat werk. Maar we zijn wel heel veel met curling bezig. En hebben ze jou speciaal uit het buitenland gehaald? Nee, ik ben met Nederland getrouwd. En ik heb met de jongens heel lang gecoacht, heel lang samen gewerkt. Je bent Canadees? Ik ben Canadees, klopt. Zelf oud profcurler, denk ik ja, dan ook? Ja, ik heb curled in Canada en competitie, maar ook in Nederland. Ik heb ook 8 jaar voor Nederland gespeeld. En 15 jaar met Nederlandse jongens en heren gecoacht. Nou, bij voetbal en bij hockey en bij handbal, dan weten we het. Het doel is scoren in het doel. Wat is hier het uiteindelijke doel? Nou, je hebt dus de cirkel. En uiteindelijk is het de puntentelling zo dat als je uiteindelijk aan het einde van een ronde in het midden van de cirkel ligt, dan scoor je punten. Het is volgens mij best intensief. Het vegen is wel intensief en ook wedstrijden duren 2 uur. Dus om die 2 uur te moeten concentreren, dat vergt wel wat energie. Maar al die energie werpt zijn vruchten af, want ze gaan naar het WK. Dus de trainingen worden nu nog intensiever. Sinds nu zijn we bijvoorbeeld aan het kijken naar verschillende posities voor het vegen. Wat dat voor invloed heeft op de lijn van de steen. Dus daar zijn we nu aan het kijken. En voor de rest nog wat communicatiedingen, zodat de efficiëntie daarin omhoog gaat. Ik hoor jou dan een paar keer zeggen, mooie bal. Ja, noem je dat zo? We heten een bal, is een steen, maar bal is makkelijk weer heel mooi een steen. Dus, Het centrum van Zoetermeer is een unieke plek te vinden. Dit is namelijk geen gewone gamehal. Dit is een heus game museum met games vanaf de jaren 70 tot nu. Frans is hier vrijwilliger en we gaan direct over tot de aanval. Zo, in zijn hoofd! Lubig! Watza! Maar hoeveel apparaten hebben hier staan? Dat is een hele goeie, want het wisselt nogal. Maar er staan er altijd sowieso 100. En het zijn er in het museum? Ja, werkend, als het goed is. We proberen ze zo goed mogelijk allemaal werkend te houden. Maar want je hebt het maakt namelijk gelijk voor 300. Het maakt gelijk voor 300. Dit museum begon met een verzameling van 5 vrienden. In een anti-kraakwoning kwamen ze ooit bij elkaar om te gamen. Maar al snel werd de verzameling te groot en nu halen ze van over de hele wereld deze arcadekasten. Vaak zijn ze kapot en vies, maar hier komen ze weer helemaal tot leven. Ja, jij was niet goed. Ik was hartstikke goed. Oh, jij was perfect. Ik was perfect! Zo, dit is jouw domein. Ja, dit is de technische dienst. Ja, die heb je wel nodig, denk ik, ja. Hier proberen we het een en ander werkend te houden of werkend te krijgen als het nog niet werkt. Ja. Gelukkig hebben we daar een heleboel vrijwilligers voor. En wat de een niet weet, weet de ander misschien. Maar jij bent ook vrijwilliger. Nog wel. Ja, ik krijg een nabestaande uitkering en ik mag aanvullend mag ik verdienen.
Dus ik kan het sowieso een paar jaar uitzingen totdat hopelijk het museum zo goed draait dat we allemaal een normaal salaris krijgen. Nou zeg je met het grootste gemak een nabestaande uitkering, maar je bent een jonge vent. Ja. Dat moet je even uitleggen. Ik ben mijn vrouw verloren op haar 43ste. Ze had anderhalf jaar bijna darmkanker. Godsamme, man. Ik bleef met mijn zoontje van achter nu. Na een hele zware periode kon Frans in het Game Museum zijn gedachten verzetten. Het werken aan de kasten heeft hem geholpen om zijn leven weer op de rit te zetten. Terwijl Jet nog bijkomt van het verhaal van Frans, neemt hij haar mee naar de kelder, want we hebben nog lang niet alles gezien. Waar gaan we nu heen? We gaan naar beneden, naar de opslag. Opslag ook nog? Nou, een deel van de opslag, want we hebben in Den Haag nog veel meer opslag. We kunnen ongeveer 3 keer zo groot groeien als we dat willen. Maar dat kan. Als we de ruimte ergens kunnen vinden die betaalbaar is, en dan kunnen we dat doen. Computerkasten van over de hele wereld. Afgedankt en opgekocht. Sommige nog in goede staat, andere ook weer niet. Deze kasten worden niet meer gemaakt, maar dankzij deze mensen uit Zoetermeer blijven ze wel bestaan. Monitoren. Ik heb het gevoel dat je gemonitord wordt hier. Ja. Ja. Beeldbuizen zijn natuurlijk niet meer te krijgen tegenwoordig. Wat je hebt aan beeldbuizen is wat je hebt en wat je uit andere kasten haalt. Er zijn geen fabrieken meer die beeldbuizen maken, maar het zijn wel de dingen die in al die kasten zitten. Dit is het mooiste plaatje leveren. Natuurlijk. Als dit binnenkomt, ja. Duidelijk met een hele duidelijke gebruiksaanwijzing. Wat doen jullie dan? Want wat moet je hiermee? In veel gevallen is het vrij eenvoudig. Je hebt een knoppenpaneel wat met een bepaald aantal draadjes vastzit. Nou, dat is allemaal niet zo moeilijk. Dat is 1-op-1. Nee, het ziet er heel makkelijk uit. Maar het zit omdat het in de war zit. Maar als je ieder dingetje afzonderlijk neemt, zitten er maar 2 draadjes aan. En 1 is ongelukkig steeds. Heel simpel. Ja, nee, dat zag ik meteen. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit voor jou een uitstekende therapie is geweest. Jazeker. Met je hobby bezig zijn is natuurlijk wel heel goed om je gedachten te verzetten. Ja, dat zou je nodig gehad hebben. Zeker. Ja. Maar hoe gaat het nu met je? Het gaat nou goed. Ik heb een nieuwe vriendin. Echt waar? Ja. Ach. En die kende mijn vrouw ook. En het zit allemaal wel goed. Wat fijn. Dus dat is heel fijn. Dat je gewoon weet dat je daar dat je niet iemand tekort doet. Of ook al is het een overleden iemand. Je wil toch Ik wil iemand een eer houden, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk dat jij in aanmerking zou komen voor vader van het jaar. Als je zo met gamen bezig bent, ik denk dat jouw zoon aan je voeten ligt. Ik denk dat mijn zoon dan zou zeggen, je moet vader van het jaar worden. Maar dat niet noodzakelijkerwijs zo is. Want eigenlijk moet iedereen, ze moeten allemaal natuurlijk niet zo lang gamen. Maar ja, ik heb al gezegd. Maar hoe kan jij nou tegen je zoon zeggen, jij moet stoppen? Ja, dat is een dat gaat toch niet? Ja. Nee, want inderdaad, want ik kan wel zeggen van morgen mag je een dagje niet gamen. Maar als ik hem mee moet nemen omdat hij niet nergens terecht kan, dan gaat hij hier natuurlijk niet zitten gamen. Dan gaat hij hier niet TikTok-toor zitten doen op het blaadje. Nee, dan gaat hij gewoon gamen. Dus dan moet je het later thuis weer compenseren. Ik wil ook nog even met je gamen, mag dat? Ja, wat gaan we doen? Iets schieten, kom op. Niet tegen mijn zoon zeggen. Ik vond Zoetermeer tof. Ja, dat is leuk toch? Hele leuke mensen. En verrassend. Appjes hebben wij gekregen. Ja. We hebben een appje gekregen van Annie uit Rijswijk. En die heeft een hele bijzondere verzameling. Die is dol op ratten. Ratten, ja. En ook nog een hele leuke van Henk en Gerard. Die zeggen, wij kijken altijd. Wat een leuk programma. Ga zo door. Nou, Henk en Gerard. Annelies, we gaan. Let's go. Volgende week. Kerstuitzending. Ja. Een en al kerst volgende week. Kerst, liefde, vrede op aarde. En op het lange voorhout. Ja, op en top kerst. U kunt langskomen, vinden we heel erg leuk. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Ken jij niet, hè, Pim? Een beetje uit jullie tijd. Nee, is echt voor jouw tijd. Voor onze tijd, Pim. Ook nog voor onze tijd. Zo oud zijn we niet, hè? We zullen doorgaan.